Deze nieuwsuitzending is speciaal ingelast, waarbij professor Dr. Marco Robbesom het woord krijgt. En hij krijgt een verrassingsvraag. We zijn heel erg bezig geweest om de audio goed voor elkaar te krijgen, dus laten we opnieuw even de audiocontrole doen en dan kan professor Dr. Marco Robbesom bewijzen dat hij er echt is. Marco, ben je daar? Ja, dikke vette pakken sinaasappelsap, zou je bedoelen. Ja, even tegen de luisteraars. Nee, sorry, dat is gewoon een standaard audiotest die ik doe. Ja. Dikke vette pakken sinaasappelsap. Dat heeft te maken met, daar zitten alle plofklanken in. Ja, oké, okay, dus je bent er, je bent er. Nee, ik ben er niet. Ik bedoel, hoe kom je erbij? Dit is een automatisch bericht gegenereerd door een computer. Ja? Sorry, maar... Wel een intelligente computer dan, ja. Ja, zeker weten. En ook eentje met een hele goede spraaksynthese. Die ook echt de expressie goed kan weergeven. Het is niet zo'n Stephen Hawking ding van... The universe is completely nuts. So I am sitting in my chair. I can't move at all. And I hate this world. And I see only black holes. Ja, die gast. Hoezo? Ja, hallo. Ik had een verrassingsvraag. Oh ja. En jij begint gelijk al over de verrassingsvraag. Oh ja? Ja. Hoe kan dat? Dat weet ik ook niet. Heb ik dan voorspellende krachten? Of is dat nou maar... Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja oké, okay, maar... Ja. Kan er altijd op lijken, maar ik verzeker je... het kan er altijd op lijken. En misschien zijn er dingen te voorspellen. Ik bedoel, de wetenschap voorspelt een hele hoop dingen. Ja, precies. En trouwens, het KNMI voorspelt ook een heleboel dingen. Ja, vooral het weer. Wil je nog even gedag zeggen tegen de luisteraars... voordat je de verrassingsvraag krijgt? Oké, okay, nou... Moet ik nou al afscheid nemen of nee, moet ik zeggen hallo? Gedag zeggen. Gewoon. Ja, nee, maar gedag zeggen is van Sinterklaas. Nee, dat is die andere. Dag Sinterklaasje, dag. Dit is trouwens het laatste Sinterklaas liedje wat ik gezongen heb. Ik vond die altijd zo mooi van zachtjes gaan de paardenvoetjes. Ja, zachtjes klippen, klappen, klip. Gaan de paarden. Dat vond ik echt wel leuk om te zingen. Ja, nou, ik bedoel, ja, ik vond Klein Kleutertje een heel ander liedje. Vond ik ook een leuk liedje om te zingen. Vooral omdat ik aan het einde een hele ondeugende wending aan het liedje gaf. Oh, leg even uit. Je hebt nog steeds geen gedag gezegd tegen de luisteraars. Nee, goed hè? Ja. En hoe lang zijn we al in dit gesprek? Oh, dat kan ik hier zien. 3 minuten. Hallo fans. Ja. Nou, dat was het traagste... dat was het helemaal. Ja. Dus daar moest ik even aan herinnerd worden. Van, heb je ooit geloofd in Sinterklaas, eigenlijk? Ik heb ooit geloofd in Sinterklaas. Echt waar? Ja, en vooral in Zwarte Piet. Ja, want ik wist niet voor wie ik bang moest zijn. Aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat in de tijd dat... er zijn twee stromingen binnen het Sinterklaasverhaal, hè? De ene stroming komt uit het Saksische gebied. En de andere meer uit het Hollandse gebied, uit Amsterdam. En dat zijn twee verschillende verhalen. En het verschil in de verhalen zit hem vooral in Zwarte Piet. Zwarte Piet in, laat ik dan zeggen, de Saksische traditie. Dat is eigenlijk de knecht Ruprecht. En Ruprecht is een schoorsteenveger. En omdat hij schoorsteenveger is en eigenlijk de knecht van de schoorsteenvegers, hè, van de baas van de schoorsteenvegers, Sinterklaas dus, hè, die man met die witte baard, die man die nooit zelf een schoorsteen ingaat, hè, want dat laat hij aan zijn knecht over. Ja, en dat arme paard. Nee, dat arme paard, dat hoeft ook nooit de schoorsteen in. Dat lijkt me ook heel fijn, ja. Nee, die blijft gewoon op de daad. Maar jij hebt dus geloofd... Ik weet nog, als ik even mag vertellen... Nee, maar ik bedoel... Dat ik een discussie had met kinderen op de... Dat heette toen de lagere school. Mm-hmm. En
En daar heb ik ook nog op gezeten, hoor. Ja, en die geloofde niet meer in Sinterklaas. En ik zei heel serieus, van ja, houd toch op, man. Waar komen die cadeaus anders vandaan? Want die ouders van mij, die hebben echt geen geld, hoor. Oh. Dat is alleen met Sinterklaas en dan boem, een tsunami aan cadeaus. Dus Sinterklaas moest wat mij betreft wel bestaan. Toen was ik 6 of 7. Wanneer ben jij gestopt met geloven in Sinterklaas? Ik werd gedwongen om te stoppen met geloven in Sinterklaas toen ik volgens mij 8 jaar oud was. Oh, dan zijn we ongeveer dezelfde leeftijd gestopt. Ja. En jij bent gedwongen om te stoppen. Ja, want ik zag op een gegeven moment hoe mijn ouders een grote zak naar de zolder sleepten. Mm. En mijn broer nam hem mee naar die zolder. En die zei van, hier zitten jouw cadeautjes in. Oh, jouw broer heeft het verklapt. Ja, en wat nog meer heeft verklapt, want voor de eerste keer zou ik van Sinterklaas krijgen wat ik had gewenst. Mm. En dat cadeautje zat er dus inderdaad in. En weet je dat het meest lullige moment was? Dat ik zei van ja, dit had ik gewenst. Dus hier moet ik, het stond als eerste op mijn lijstje, zeg maar. Dus hier moet ik heel enthousiast zijn. Mm-hmm. En dat ik dat nog deed ook. Maar ja, het was wel een poppenspel. Handpoppen, zeg maar. Een soort Jan Klaassen en Katrijn gebeuren, zeg maar. Ik weet het met mijn kind, dat ik ze op zo'n koude novemberochtend op zaterdag, of wanneer is het dan, stonden we te wachten bij de Rijn en te vernikkelen van de kou. En allemaal ouders met kleine kinderen. En ik zei tegen mijn dochter, van waar blijft die nep kerel? En mijn dochter zei, hou je mond! Nee, maar op een gegeven moment... Nee. Dus, tegen mijn dochter heb ik gewoon gezegd, kijk, Sinterklaas, dat is helemaal niks. Maar wat leuk is... Kinderen krijgen het ook, cadeautjes. En daar ben ik voor. Het is gewoon een, weliswaar van overheid geregeld evenement. Maar jij krijgt cadeautjes. En dat vind ik prima. Geef kinderen lekker cadeautjes. Maar die man op de paarden, dat is gewoon, weet ik veel, Hendrik Graafsma. Nee, maar een CDA gewoon... of zo. En die doet een of andere jurk aan. Die gaat op een schimmel zitten. En dan allemaal van die... En dan een beetje lopen door de stad alsof het leuk is. Ja, ik bedoel, het is maar net welke loopbaan je wil hebben. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, ik had ook paus kunnen worden. Nee, natuurlijk niet, man. Oh, dat had gekund. Ah, ga er weg. Als ik vroegtijdig had gekozen om naar het seminarium te gaan. Ja. En ik had het me helemaal gewijd aan het priesterschap. En ik had, ook al zou ik totaal ongelovig zijn, mij totaal gewijd aan de kennis van het geloof. Zou jij de spirituele oefeningen van Ignatius de Loyola willen gaan doen? Nee, ik ben me daar gek. Ja, dan word je geen paus. Dat is toch jammer, hè, dat er nooit nooit een atheïstische paus zal komen. Nee. Hoewel ik wel van iemand weet die in aanmerking zou kunnen komen. Die spirituele oefeningen van Ignatius de Loyola. Dat soort mensen, en er zijn er duizenden, zo niet tienduizenden. En die één van die tienduizenden wordt een paus. Maar dan ga je wel eerst de spirituele oefeningen doen van Ignatius de Loyola. De Loyola. Dat is, als je even een paar letters, dan klinkt het als Loyalo. Ja. Maar, Ignatius, de islamist op zijn Arabisch gezegd, de onderworpene. Want hij vroeg toestemming aan de paus om die protestanten te gaan vermoorden. En die paus dacht van, ja, kan ik jou wel vertrouwen? En Ignatius de Loyola heeft het bewezen met zijn spirituele oefeningen. Ignatius, die naar het vuur genoemd is. Ja, weet je. Nou, dus meneer het vuur eigenlijk heet hij. Hm. Nou, hij lijkt me... Ja, en dan zou je toch bijna zeggen, die heeft een explosief karakter. Hij was wel totaal debiel. Maar goed... Ja, oké, maar dat waren er wel meer...
Hè, ik bedoel, ja. neem nou Caligula bijvoorbeeld. Oh, nee. Niet terug in de geschiedenis gaan. Want je weet nog niet wat de verrassingsvraag is. Nee, nou, stel hem dan. Oké. Okay. Of nou, hou me nog in spanning. Even voor de kijkeraars. Ik ben christen vanaf mijn 12e. Ook echt bijbellezend. Ik heb een bijbel hier op de hoek staan, op mijn bed. Voor mij geen enkel probleem. En professor Dr. Marco Robbersom is absoluut atheïst. Maar hij heeft ook een bijbel in de buurt. Ja, hoe kan dat dan? Oké, als er een luisteraar, kijkeraar is die deze vraag van professor Dr. Marco Robbersom kan beantwoorden. Je mag een e-mail sturen naar perry7@mac.com. Ja, en ik heb er totaal geen moeite mee om over de Bijbel te praten. Ik wou het vandaag juist niet over de Bijbel hebben. Ik bedoel eigenlijk het boek wat eigenlijk niet geschreven had mogen worden volgens zijn eigen regels. Kijk, horen jullie luisteraars, ik wil het niet over de Bijbel hebben. En professor Dr. Mark Robbersom doet alsof hij aangevallen wordt door de Bijbel. Oh nee. Ja. Geen Bijbel. En ik wil vandaag in deze bijzondere... Perry, ja, we zijn 11 minuten en 25 seconden bezig. Perry, doe nou niet zo goedkoop. Weet je wel, je bedoelt, jij zegt gewoon dat je christen bent. En als je christen bent, dan haal jij de dingen, jouw hele denkwijze uit dat boek. Elk ander boek is, wat je gelezen hebt, is eigenlijk zondig. Dat is helemaal niet waar. Nee, want je zou eigenlijk alleen maar dat... Niet waar. Nee, want volgens dat boek zou je alleen maar dat boek mogen lezen. Staat er gewoon letterlijk in. Daar ga je maar even vanuit. En hoe kan... Oké, we gaan er vanuit dat jij gelijk hebt, hè? Hoe kan het dan dat ik een uitzending heb gemaakt op YouTube met positieve dingen uit de Koran? Nou, dat kan. Er zullen ook best wel positieve dingen staan in de Koran. Nee, maar als ik volgens jou alleen maar de Bijbel doe... Nee, hoe maar kan om het ik met dan Poemekel die uitzending zeggen? Gemaakt hebben over de Koran met alleen maar positieve dingen? Hoe dat verklaar je dan? Dan moet je aan de luisteraars nu zeggen... Nou, het zit als volgt in elkaar. Perry is schizofreen. Hij heeft een meerdere persoonlijkheidsstoornis. Als Perry denkt dat hij met een van zijn andere personen aan het discussiëren is op dit moment, dan heeft Perry een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, want hij is wel degelijk met mij aan het discussiëren. Ja, wel goed. Oké, dat is gewoon eventjes over dat stukje. Even over dat dingetje door te praten. Natuurlijk zie ik jou niet als schizofreen. Ja, ik bedoel, En hoe kan het dan dat ik dus met Mohammedanen, Koranisten, prima kan communiceren? Ja. En ik citeer dan Bijbelteksten en die mensen citeren Koranteksten. Hoe kan dat dan samengaan? Hoe verklaar je dat dan? Hoe kan je dan mij nou begrensd zien? Van, oh, hey, Perry. Wanneer is je vraag afgelopen? Want je hebt je vraag eigenlijk al gesteld. Nee, ik heb die vraag nog helemaal niet gesteld. Jawel, want jij zegt, jij vraagt aan mij, hoe kan het zijn dat ik goed met die mensen kan communiceren? En dan moet ik zeggen, dat jij denk ik voornamelijk communiceert met Mohammedanen of moslims die wel bier drinken. Die wel alcohol drinken. Die dus zich niet houden aan... de regels die gesteld zijn door de islam. En daarom zijn zij redelijk dat naar jou toe. Dat is helemaal niet waar. Jongen, dit had je eens moeten zeggen in het bijzijn van die grote Marokkaan. Had je gewoon een klap voor je bek kunnen krijgen. Oh, nee, die gaat mij niet slaan. Maar dat is om andere redenen. Ik ben groter dan jij en hij is groter dan ik. Ja, nee, maar kijk hoe groot je bent. Die man weegt 90 kilo, man. Ja, en? Ik heb grotere mannen dan hem verslagen, dus... En dat is, zeg ik, letterlijk... En ik zeg jou dat die man helemaal niet gelooft wat jij zegt. Mm. En ik geloof ook dat die man zal denken... Hey, Perry, laten we dat even rekening houden. Hij hoeft van mij ook niet te geloven wat ik zeg. Dat is zijn ding. Die man zegt... Als hij mij laat geloven of niet geloven wat ik wil... Ja, dan heb ik geen problemen met hem.
En hij moet alleen niet zijn regels op mij opleggen. Dat is heel simpel. Ik zeg... Het begon... Ik heb nog steeds de geheime vraag niet gesteld. Maar we zijn pas 15 minuten bezig, dus... Ja, maar Het is een heel goed gesprek. Ik voel ook nog steeds geen spanning. Dat vind ik dan ook wel vreemd. Ja, normaal gesproken, want ja, je hebt een verrassingsvraag voor mij. Oh, 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 oh. Een cadeautje. Of je wil me afmaken. Eén van die twee. Maar hoe dan ook, een uitdaging. Ja. Dus stel me niet teleur, hè? Stel me niet teleur. Nee, ik heb dit voorbereid. Ik heb er over na zitten denken. Maar nu begin ik een beetje die spanning te voelen. Ja. Ja, maar die zit ik dan wel zelf op te wekken. Ik zit mezelf op te geilen. Ja. Van verrassingsvraag. Ja. Zelfs mijn knie begint al te bewegen. Stel hem dan maar, weet je wel. Oké, daar komt hij. Waar kwam de Big Bang vandaan? Het gekke is... Misschien wordt het universum niet groter, maar wij kleiner. Is dat het antwoord op omdat het universum niet groter wordt, maar kleiner? Daar komt de Big Bang vandaan. En hoe zit dat in elkaar? Heb je daar een formule van of zo? Nou, ik heb er wel een bepaald idee bij. Oeh. En dat is... Het universum was heel groot en het kromp toen samen. Het was een implosie in plaats van een explosie. Je hebt een hele nieuwe 9/11 theorie. Nee, maar alles wat er nu is, was er al. Maar omdat we erachter zijn gekomen dat het universum zich uitdijdt, wordt het alleen maar groter. En dat wil zeggen dat de hele Big Bang is een hele verkeerde naam. Het is niet iets wat uit niets is ontstaan. Het was er al, maar het was... Jij bent een Big Bang theorie ontkenner? Nee, ik zeg alleen dat... Ik vraag jou waar ik komt zeg alleen Big dat Bang de naam... vandaan? Geef antwoord op de vraag. Komt hij uit Oostenrijk? Waar komt die Big Bang vandaan? Oh, die theorie komt van een... Nee, niet de theorie, de Big Bang. Nee, maar laten we even zeggen... de naam van een Big Bang... Nee! Dat is waar namelijk... Waar komt de Big Bang vandaan? Alles begint bij... Want jij bent een evolutietheorist, evolutiegelovende... En volgens de evolutiejongens had je Big Bang... En daarna kreeg je Perry en Marco... En die gingen lopen schreeuwen over YouTube... Wat ze nauwelijks aan de praat kunnen krijgen. Waar komt die Big Bang vandaan? Waar komt die vandaan? Nou, wat wil je horen van, was het iemand die hem die naam gaf? Is er iemand die die theorie ontwikkeld heeft? En wat was zijn achtergrond? Want die Big Bang... Oh, jij beschouwt de Big Bang, net als de levenswandel van Christus Jezus, alleen maar als een mythe. Nee, ik weet waar Ik weet waar de Jezuïeten toe in staat zijn. Ik heb het niet over Jezuïeten, ik heb het over jou. En ik vraag aan jou, waar komt die Big Bang vandaan? Nou, alles was er al, alleen het was veel kleiner. En het wordt steeds groter. Ja, maar meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik kan niet zeggen van... Maar het was in ieder geval niet... Ja, die grote explosie waar iedereen het over heeft... En daarom vind ik de term Big Bang... Wat was de Big Bang dan wel? Een expansie. Van in iets. Plaats van een explosie, een expansie. Ja. En misschien lijkt het op een explosie, maar... Mm. Ja. Het was een langzame expansie uit het niets. Nee, niet uit het niets. Oh, waar kan het dan vandaan? Nee, want... Dan kom ik met een stukje theorie en dat is namelijk, er was nooit niets. En dan moet je eigenlijk, dus twee ontkenningen achter elkaar, maar er was nooit niets. Er is geen tijdstip waarvoor geldt dat... Er iets was. Er is altijd iets geweest. Dat bedoel jij. Er is altijd iets geweest. Ja, nee, want...
En dan moet ik dan toch weer naar, omdat het de Big Bang Theorie heet, terug naar, maar naar die expansietheorie in ieder geval. Ja. Daar ben ik het even kwijt hoor. Dat overkomt me niet vaak, maar goede wiet waarschijnlijk. Ja, voor de Korsakoff, maakt niet uit. Maar kun je even recappen waar we het over hadden? Dan kom ik misschien wel... De vraag was van mij, heel eenvoudig. Wie of wat, iets of niets, niemand of iemand, dat maakt me niet uit. Oh, wat nee, nou... was de oorzaak van de Big Bang? Ja, nou... Jij zegt er was dus nooit een Big Bang. Nee, er is een begin van tijd. En een begin van ruimte. Maar waar komt het begin van tijd dan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Weet jij het wel? Ja. Nee, maar ik hoef dat toch ook niet te weten? Nee, want, het maakt jou geen donder uit dat jij dat niet weet en ik wel. Want jij bent... Want, jij nee, bent maar, graag, Perry, jij zit graag nee, maar, veilig achterop mijn vader. Eerlijk gezegd, hè, ja, of ik nou geloof in de Big Bang, of ik geloof in een god, of ik geloof in een Boeddha, of ik geloof in wat dan ook... Dat weerhoudt mij niet van. Nee, maar dat weerhoudt mij niet van de plicht om te scheiden. Wil je dat nooit meer zeggen over Boeddha? Wil je Boeddha niet beledigen? Alsjeblieft. Nee, ik beledig hem niet. Je mag hem niet geloven. Boeddha heeft alleen maar gezegd: doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Nee, dat was Astrid Nijg. De vrouw van Lennart. Die zei: ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ja? Huh? Wat ook nog over koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Ja. Dus jij bent gewoon, dus we zijn het nu over eens. Er is geen verklaring nodig voor de Big Bang theorie. Wat ook, je kan ook zeggen de grote angst theorie. Nou, nee, het punt is, en dat is misschien in dit geval wel een, in het Engels ook wel een punt, ja, het punt is dat er ergens een begin van tijd was en dat dat begin van tijd de consequentie met zich meedroeg dat er ook een begin van ruimte was. En daar is gewoon alles begonnen. En... ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar daar is toch een goddelijke hand voor nodig. Maar eerlijk gezegd niet. Ik zeg ook dat het ontstaan van het universum, of in ieder geval de vorm van het universum, lijkt erop alsof het een soort fractal is. Een hele grote vierdimensionale fractal. Vierdimensioneel? Doe je tijd als... of vierde dimensie hebben. Met tijd als vierde dimensie, ja. Oh man, wat ben je 19e eeuws? Oh nee, ik ben 22e eeuws, maar goed. Natuurlijk moeten we terug naar de wetenschap. En bedoel, als ik 21e eeuws ben, naar de beginjaren van de 21e eeuw geven aan dat we afglijden naar een nieuw tijdperk van religieuze devotie en afkeer van de wetenschap. En dat vind ik dus wel een pot wat dus erg gevaarlijk is. Fijn dat je dat zegt. Ja. Want ondertussen moeten we toch weten, ondanks, ik weet niet of je de naam kent, Ken Ham. Ik weet niet of Ken Ham? Wie? Ja, Ken Ham. Ik heb volgens mij vandaag nog een film van hem gezien, ja. Oh, Ken Ham. Ken Ham. Dat is die gast van het Creationistenmuseum. En hij heeft een schip op het land gebouwd. In Amerika. Mm-hmm. Terwijl hij zelf uit Australië komt. Mm-hmm. Dus je zou bijna kunnen zeggen van die man heeft een missie van God meegekregen. Wat? Dat hij in Amerika een boot moet bouwen. Dat hij in Amerika een boot moet bouwen en een museum moet opzetten. Om te bewijzen dat alles wat in Genesis staat waar is. Ja, maar goed, jij als christen zou dat moeten kunnen waarderen. Want jij gelooft natuurlijk dat 4000 jaar geleden God alles heeft omgegooid. De wereld heeft laten verzuipen in een niet te geloven regen.
En niet te geloven globale, hoe noem je dat, zeespiegelstijging. Die zo hoog was als Mount Everest. Want daar zou die uiteindelijk op geland moeten zijn. Want dat was de hoogste berg ter wereld. Uh-huh. En daar is volgens mij nog nooit iemand op zoek geweest naar de Ark van Noach. En zelfs als die daar geland zou zijn... Nee, man, maar je zit nou de Edda af te zeiken, hè? Nee, ik zit de Bijbel af te zeiken. Ik zit echt de Bijbel af te zeiken. De Edda staat ook van de zondvloed. Dus is het nou al die Noorwegen daar en Zweden en Finnen eventjes overheen te... Oké, maar dan moet ik ook geloven. Dat moet je niet doen, jongen. Nee, maar als ik al die... Dan krijg je ruzie met allerlei bevolkingsgroepen. Ik krijg zonder meer, met mijn mening, is de kans groot dat ik met een heleboel bevolkingsgroepen ruzie krijg. Want ik ontken hun religieuze... Ik vind hun verhaaltjes mooi, maar ik ken hun... ontken hun dat het goddelijk is. En hoe zie jij dan... Het is literair. En ik bedoel, ik vind dat jij mijn vraag over wie veroorzaakt, wie of wat, of niets of niemand, maakt niet uit... Wat veroorzaakte de zondvloed, de Big Bang? Daarvan zeg je, die is niet veroorzaakt. Er is nooit een Big Bang geweest. Alles was en zoals het nu is. Nee, dat is niet waar. Nee. Er is geen ontwikkeling. Er is ontwikkeling. Nee. Er is ontwikkeling. Maar waar komt die ontwikkeling dan vandaan? Entropie. De entropie... Leg uit aan de kijkeraars wat jij verstaat over onder entropie. En dan zal ik daarna de wetenschappelijke dingen doen. Maar leg maar uit wat entropie is. Dit is de toename van evenwicht, maar ook de toename van chaos. Ga maar even wederspreken en dan komen we er samen uit wat entropie dan werkelijk is. Want volgens de wetten van, dan moet je ook, zou ik googlen op thermodynamica. Dat lijkt me wel, ja. Ja, en dan zijn daar een aantal wetten. Yep. Ja. En daar hebben... Wat is de eerste wet? Kan je hem even opzoeken? Als je dan toch zijn wijsneus uit wil hangen. Moet ik hem even opzoeken? Ja, dan moet ik hem oplezen. Kom op. Die kan je zelf toch ook wel. Het is jouw Bijbel. Nee, het is niet mijn Bijbel. Het is het internet. Maar ik kan twee dingen doen. Ja, zoek het op. Zoek het op. Thermodynamica. Eerste hoofdwet van de entropie. Eerste hoofdwet van de... Ik kan natuurlijk ook gewoon meekijken op jouw beeldscherm. Toch? Dan heb ik toch niet mijn eigen internet nodig. Heb je vingerverlamming of zo? Nee, maar dan heb ik toch niet mijn eigen... maar hoe deed ik dat ook alweer bij jou meekijken? Ik zit alleen maar audio op te nemen, homo. Oh, je bent niet aan het screencasten? Nee. Oh, dus ik kan niet met jou meekijken? Ik kan wel, maar dan moet ik voor jou gaan typen. Dat doe ik voor kinderen van 4. En hoe oud ben je eigenlijk, Marco? Vertel het eens even aan de kijker. Kan je zelf de eerste hoofdwet van de entropie opzoeken? Ja, maar dit is lang geleden, hoor. Klets, en typen kunnen we niet. Nee, maar één ding. Ik geef jou even de tijd om de eerste hoofdwet van de entropie op te gaan zoeken. En dan ga ik voor de luisteraars een lied zingen. Entropie, ja. Met een H, hè, toch? Naar de T. Ja, dat maakt niet uit. Entropie, dat is op zijn Engels met een Y aan het einde. Weet je. Ja, maar het zou ook een entropie kunnen zijn, hè? Ja, ik denk dat die H er even tussenuit moet laten. Entropie. Daar zie je entropie, daar. Ja, dus zonder H. Ja, anders is het entropie. Nou, dat bestaat niet. Oké, haal ook de Wikipedia erbij. Is niet de meest betrouwbare. Maakt me helemaal geen donder uit. Lees de eerste hoofdwet van de entropie voor. First law of... Ik kan het ook wel een wedstrijdje gaan doen, maar dat vind ik flauw. Ik heb het zo... In mijn woning zijn alle lampen uit, maar ik kan blind typen. Nee, maar mag ik even in deze index kijken waar dat staat? Ja, doe maar lekker je best, jongen. Definitions and descriptions. Of moet ik history aanklikken? Nee, je moet de eerste wet hebben van de entropie. First law of entropics. Nou, dat is gek, hè?
Want, als jij het wil hebben, jij zegt dat alles entropie is. Nee, put your fucking money where your fucking mouth is. Kom op. Nou, nee, maar dan zeg ik dus dat ja, nu... Ja, je kan wel lullen in de ruimte, maar de luisteraars, Perry, ik zit nu te kijken naar de, Wikipedia-pagina over entropie. Ja? En dan kijk, eerste hoofdstuk. Definitie voor te lezen. Dit is allemaal ja? oninteressant. Okay. Ik voel maar alleen het, maar. Nee, maar het eerste, eerste. Nee, maar het eerste hoofdstuk. Nou daarna. Heb je me fucking mad gemaakt. Nee, maar de eerste. En nu ben ik boos. Ik zal nee, je maar... gewoon de les leren, man. Nee, maar de eerste referentie naar de wet van de thermodynamica is in hoofdstuk 3. En dat is de tweede wet van de thermodynamica. Dus entropie komt in de eerste wet van de thermodynamica niet eens voor. Ik vroeg je om de eerste wet op te lezen. Ja, dan moet ik niet. Dan moet ik gewoon niet entropie zoeken. Dan moet ik thermodynamica zoeken. Toch? First law. Nee, wacht even. Entrop. First law. Dat is wel mijn naam. Ik heb het nou al gevonden. Even kijken. Het is een noun. First law of thermodynamics. Oké. Thermodynamics. Waarom ben ik zo... Waarom kan jij dat niet vinden? Ik ben nu bij de wikipagina van thermodynamics aangekomen. Oké. Okay. First law of thermodynamics. Nou, dan moet ik toch beginnen bij de history. Hè? Want ze zijn begonnen bij de eerste wet. Maar er geen fok uit. Niet zo nee, maar jezelf het... praten, man. Kom op, je bent op een radio-uitzending. Move it. Ik zeg toch, jij vraagt aan mij of ik wil beginnen bij de eerste wet van de thermodynamica. Ja, lijkt me wel, want jij zegt dat dat alles entropie is. Nou, dan moet ik dat toch wel even kunnen opzoeken, of niet? Ja. Nou, en dan ga je... Dat je dat niet eerst... weet? Heb je daar geen bookmark van, of zo? Nee, en dan ga ik kijken van wat... Jij baseert bestaan op deze wet. Nee, dat is niet waar. Wel, want je zei alles is entropie. Mm. Dat is zeker een feit. Alles zal vergaan. En dat betekent dat het hele universum op dat moment in een totale toestand van evenwicht is. Maar dat er gewoon ook echt niks meer gebeurt. En dat is waar... niks meer gebeurt. Wat verslaat maar je erop? Dus jij zoiets van... Je gaat naar de kroeg in Arnhem en er zijn geen lekkere wijven. En je denkt, dat is thermodynamica. De tweede wet. Wat sta je onder niks? Put your money where your mouth is. Nee, maar je bent toch een atheïst, dus dan ben je goed onderbouwd. Je bent toch slimmer dan een christen? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Dat zal ik ook nooit zeggen. Oh. Want misschien zit ik er ook wel naast. Wie zal het zeggen? Oh. Want ten eerste weet ik het niet. Oh. Maar ik weet wel... Allemaal dat ook. Nee, luisteraars. Maar ik weet wel dat jij het ook niet weet. Want het ik is het... weet het wel. Nee, jij weet het niet. Jij zit een beetje mij uit te maken voor een Jossie-band member, lid. Nee. Jij denkt dat ik de beste Mongool ben, maar dat ben ik niet. Dat ben je dus wel. Als jij zegt ga dat... Ga er weg. Nee, nou, dat is... Ik ben een Mongool, dat ik met vingers van mensen afblijf. Nee. Perry had mensen voor hun bek moeten slaan. Ja, kom op. Kom op. Perry, wat je nu doet, is gewoon je ene gedrag met het andere gedrag proberen te compenseren. Maak me af. Ja, ik ga je afmaken. Als je dat blijft doen, ga ik je afmaken. Dat klopt. Ja. Niet letterlijk. Ja. Maar dan, dat moet je niet doen. Ik bedoel, je bent in kringredenaties bezig en al dat soort dingetjes. Okay, en dan moet je gewoon niet doen. Lees dan de eerste wet voor. Van de thermodynamica. En dan mag ik hem opzoeken. Ik bedoel, en wie heeft hem ook weer bedacht? Misschien moet ik die naam hebben van wie hem bedacht heeft. De wet van de thermodynamica. Die trouwens behoorlijk aansluit op quantummechanica. De history of thermodynamics. Laat ik daar dan gewoon mee beginnen. Oké, zal ik hem voorlezen anders? Ik heb hem in beeld al de hele tijd. Gaan we history 1.1 doen, hè?
Contributions from Ancient and Medieval Times. Dat vind ik toch wel heel mooi. Dat is net alsof je een avontuur begint in de stijl van de Game of Thrones. Weet je wel? Toch? Ik zit even te lezen. Even kijken. Er staat een wiebelend molecuultje in het scherm. Ik zal even die wet, die eerste wet, want het gaat over die tweede wet, daar heb jij het over. Dat is de wet van dat is de tweede wet van de thermodynamica. Ja. En die gaat over entropie. Dat alles vervalt. Dus als jij, om het even voor de kijkeraars duidelijk te maken, als je zwarte koffie hebt en je lust graag koffie met melk, dan doe je eerst een beetje melk erin. Hè? En dan zie je als eerste een kringeltje van die melk. En dan pak je je lepeltje. En dan roer je die melk door de koffie heen. En dat wordt nooit meer datzelfde kringeltje wat het was. Nee, je kunt die tijd niet terugdraaien. Dat is dus ook waarom de tijd in je richting verkeer is. Ja. Dat heeft gewoon met die entropie te maken. Aha. Maar feit blijft, hè, dat heeft, dat was al voor Einstein een feit, dat er een wet bestond en die heette de wet van behoud van energie. En omdat die wet bestaat, en als ik die toepas op het hele universum, dat betekent dat in het hele universum er altijd evenveel energie is geweest. En het zal ook nooit meer of minder worden. Mm-hmm. Maar het universum breidt zich uit. Mm-hmm. De energie verspreidt zich. Energie wordt omgezet. En ja, dat levert wat. Het wil niet zeggen verlies van energie, maar het levert verlies van arbeid op. Ah. Maar dat betekent wel dat die hoeveelheid energie die bijvoorbeeld in wrijving opgaat, hè, dat ergens in een turbulentie weer terugkomt. Nou, ik bedoel, de energie gaat niet verloren, maar de entropie wel. En waarin breidt het universum zich uit? Ik zou bijna zeggen in een leeg gat. Oh, maar oké, dan ben ik alweer een paar stappen verder. Maar dat komt door dat wiebelende molecuultje wat ik in beeld heb. Hé, maar verschuil je niet achter drugsgebruik of beelden die je niet kan verdragen. Of het woord van Perry Winkle wat je niet kan verdragen. Nee, maar daar kan je toch niet achter verschuilen? Nee, maar ik denk niet dat ik een persoon ben die zich verschuilt achter de woorden van iets wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. Net dreigde je nog een telefoon erop te gooien als ik door zou gaan. Want je zei, dit woord kan ik niet tegen. Dat was niet vanwege dat. Dat was gewoon omdat we dan verder konden gaan praten via Skype. En dan dat betekent dat ik je niet meer aan de telefoon hoef te hebben. Vanwege echo. Nee, ik bedoelde zojuist. Ja, nee, maar dat. Nee, als maar je dan zo doorgaat, dan hang ik de telefoon op. Ja, de Skype op of zo. Dan kan je er niet meer tegen. Maar hoezo kan je daar niet tegen? Wat is het probleem met mijn woord? Ik heb geen problemen met elk woord. En ik vind ook dat mensen mogen geloven wat ze willen. Maar ik vind dat ze geloven mogen willen, zolang ze mijn geloof ook respecteren. En wat is jouw geloof dan? Dat zij dezelfde houding hebben. Ja, wat is jouw geloof dan? Kan je dat samenvatten in 2 of 3 zinnen? In hoeveel zinnen kan je jouw geloof samenvatten? En getallen, een integer getal. Dus een 0 en 10. In hoeveel, je kan ook zeggen 0. Nee. Ja, in hoeveel zinnen kan jij jouw geloof samenvatten? 42. 42 zinnen, kom maar op. 42 is geen toevallig getal. Dat is de eerste zin. Ja, dat is de eerste zin. En waarom 42? Dat komt door een boek wat ik ooit gelezen heb. Dat is de tweede zin. Ja. Geschreven door Douglas Adams. Dat is de derde zin. En dat boek heette Het Transgalactisch Lichtershandboek. Dat is de vierde zin. Ik heb er nog. Dat was de vijfde zin, sorry. Ik wil een vraag stellen. Die vergeef ik jou, oké, kom maar met de vijfde zin. Ja. Oké.
Maar ook was er iemand die heette Siddhartha. Dat is de vijfde zin. Gautami, dat is zijn achternaam. Ja. Dat is, ook nog steeds de vijfde zin. En die man, die ging alle sectes na. Dat is de zesde zin. Omdat hij zich verveelde. Of de zevende zin? Nee, dat is de zesde zin. Want dat was oh, oké, okay, ja, de één zin. Ja, oké, okay, de zesde zin. Maar de zevende zin. Hij deed alles na wat al die sectes deden. Maar uiteindelijk geloofde hij er niet meer in. Dat is de achtste zin. Oké, okay, dan heb ik er nog... 42 min 8, dat is... 36 over? Nee, of 34? 34. 34, oké. Oké, dan heb ik nog 34 de 34 versen van... Of nee, hoeveel waren het? Hoeveel versen van... Hallo, is het tussendoor praten met de regisseur... of ben je nog steeds bezig met praten tegen de kijkeraars? Nee, dit was één extra zin. Oké, okay, die geef ik, oké. Okay. Dus, 8 zinnen hebben we gehad. Nou, nee, want het moet, wel, we moeten natuurlijk wel publieksvriendelijk blijven. Natuurlijk. Ja, hè, want ja. En daar heb ik wel een zin voor over. Mooi zo, neem het verhaal weer op. Oh, dat was even pauze. Goed zo, want ik heb net weer een nieuwe joint aangestoken. Oh, nee, niet was... verschuilen achter beelden of drank of wiet of... Waar ik me altijd aan bezondig om om te gaan met vrouwen. Kom op, doorpraten. Keep on talking, baby. Oké. Okay. Maar waar gaan we heen dan? Mm-hmm. Want misschien is het dan toch goed als we dan toch jouw internetgebeuren laten zien. Mm-hmm. En dan kunnen we het daarover hebben. Of moet kan ik nou... Ik aan, ja, ik kan nee, of moet ik nou ineens een screencast gaan maken? Nee. Maar dan moet ik dat wel even allemaal installeren. Nee, hey, als je mee wil kijken, kom op. Ik weet dat okay. Ik heel moeilijk, ik weet gewoon dat ik het moeilijk heb. Ik heb het helemaal niet moeilijk. Wel, want je zit te praten met een christen. Ja, en? Zelfs vrijmetselaars, die schrijven zeven kleuren stront in een broek. Nee, maar zie hoe open ik ben. Zie je nou mijn beeld? En zie jij mijn beeld ik... nou? Nog niet. Hoe deden we dat ook alweer? Ik heb net deelscherm gedaan. Oké, okay, dan zou ik daar een bericht van moeten krijgen of... hoe ging dat ook alweer? Contact, nee. Aan mijn kant is alles goed, hoor. Ja, nee, dat snap ik. Ik heb mijn Mac vers opgestart. Moet dan toch bij options zijn, zo van... Ja, je moet naar het beeld kijken. Jij moet mij in een beeld kunnen zien. Ja, ik heb twee vensters open. De ene is gewoon jouw gesprek, zo hier. Maar die andere is fullscreen. Misschien moet ik die even... Nee, blijft die... wordt die alleen nog maar groter? Of... Oké. Okay. Ja, kijk, daar is you. Jij zat achter een venster verscholen. Hmm. En de camera is uit. Ik heb nog niet je... maar hier moest ik iets kunnen... Ik zie nog steeds niet jouw beeldscherm. Je ziet niet je eigen symbool. Nee. Dat is mooi, kut. Ja, hoe moeten we dit nou doen? Nee, dat wil niet zeggen dat ik een fullscreen, dat helpt ook niet. Plus misschien. Mm-hmm. Nee, send file. Send weet contact. Je wat, ik hang gewoon even op en dan gaan we opnieuw even contacten via Skype. Ja. En in de tussentijd ga ik aan de kijkeraars en je... Want mijn microfoon loopt gewoon door, hè. Even kut en ik bel je opnieuw. Nou, is toch wat, hè? Ja, zijn we daar? Hey, ik was wel even bang dat jij mij het zwijgen probeerde op te leggen.
Helemaal niet. Jij wilde naar mijn scherm kijken, omdat je zelf... Hé, maar nou zie ik mijn eigen logo, dus... Hé, poe, poe, nou. Nou, dat zat dus niet aan mijn kant. Alleen ik... Je moet me toch eens uitleggen hoe jij dat doet. Ja? Want dan kan ik ook met mijn dingetjes andersom. Oh. En dan neem jij het op en dan gaan we met mijn screencast aan het werk. Ja, ik zal je uitleggen. Want dat is eigenlijk wat je doet. Krijg. Je moet eerst gaan sparen tot je 100 euro hebt. En dan koop je een Macintosh. Ja, nee, ik hoor het al. Je moet gewoon eerst sparen tot 100 euro. Nee, maar dat is de Mac way. En I don't do it the Mac way. Jij zit gewoon. I do it the Arch way. Ja, natuurlijk, man. Dat is wel prima. Dan moet je met mij meekijken. Ja. De eerste wet van de thermodynamica. Zie je hem nou? Nou, ik zie een motortje. Mooi zo. Wat staat er boven qua titel? En volgens mij... Wat staat er boven qua titel? What is the first law of thermodynamics? Ja. Nou oké, dan heb ik een beetje... Maar wat ik dan wel zie, volgens mij is er een Stirlingmotortje wat er boven staat. Je dwaalt af van het onderwerp. Ja, nee, maar nee. Wel. Ik bedoel, nee. Ja. Meneer Stirling heeft dan waarschijnlijk... Lees hem maar even voor. Die eerste wet van de thermodynamica, dan moet ik hem even fullscreen maken. Ja. En jij misschien je font wat groter, dat kan ook. Ja, ik doe het even voor de luisteraars. Kijkeraars. Op fullscreen. Ah, kijk, ik ben al heel goed bezig. Fokkie, ik heb voor die... Mitra. When Medley. Wat? Ik zit helemaal fout. Oh ja, je zit helemaal fout, jongen, echt. Oh, zullen we het daarover hebben? Hier gaat het om, hè. When a man loves a woman. Ja, oké. Okay, nou, niet te dronken, kom op. Nee. Lees me even voor. Nee, maar ik bedoel, dat ene foutje wat ik zag wat je maakte, daar ga ik toch wel eventjes een beetje een dingetje van maken. Kom op. Waarom? Gewoon omdat... Dan eindig je net als Lee Scratch Perry, die het alleen maar op... Nee, Perry, dat is puur leidvermaak. Oké. Okay. En ik verwacht dat jij diezelfde houding ten opzichte van mij hebt. Hier, er staat het principe dat er geen enkel cyclisch proces mogelijk is waar zonder dat warmte wordt geabsorbeerd van een reservoir. En het een bepaalde temperatuur en geconverteerd wordt in mechanische energie. Nou, dat is dus ook... Dat is moeilijk. Jij kan het meelezen, toch niet? Ja, nee, maar dat is helemaal conform met het feit dat ik zeg dat de hoeveelheid energie in het universum eigenlijk altijd hetzelfde is geweest. Ja, want warmte gaat over in mechanische energie. Maar er zijn verliezen en toch gaat de energie niet verloren. Ja. Energie die in warmte wordt omgezet, is nog steeds dezelfde energie. Oké, dan heb je dus... Er wordt nooit meer of minder energie in het hele universum ontwikkeld dan dat er is. En hoe groot die hoeveelheid energie is, nou, omdat die nooit groter of kleiner wordt, zou je ook kunnen zeggen, nou, die is oneindig. Alleen, dan ga je kijken van, wat is bruikbare energie om energie om te zetten naar arbeid? Ja, maar jij ging er toch vanuit dat het allemaal eindigt in één zwart gat? Nee, daar ga ik helemaal niet vanuit. Ik dacht dat ik dat net zei. Nee, ik ga er vanuit. Jij bent niet van die Big Bang jongens. Nee, ja? ik ben echt van die oude hippies die zeggen van, jongen... Het wordt allemaal gewoon één grote balans. Want we gaan helemaal op in het niets. En dat is gewoon... Ah. Ja. Ik bedoel, als het universum zich uitbreidt... en we weten niet waarin... Ja. Dat is een mooie... Een mooie stilte. Je hebt je stilte goed gekozen.
Ja, maar oké. Okay, en die zucht, die klonk ook heel goed. Ja, maar ik weet ook niet waar het naartoe gaat. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik kan alleen maar zeggen van, ja, 6000 jaar geleden. Ach, kom op, jongen. Dat is niet verklaarbaar. Ja, maar hoe verklaar je dan dat er mensen zijn die gezegd hebben dat de aarde pas 6000 jaar lang bestaat? Nou, heb je wel eens gehoord dat mensen... Hoe verklaar je dat? Nee, maar heb je wel eens gehoord dat mensen geneigd zijn om hun oren dicht te houden als je ze de waarheid vertelt? Dank je voor de... Dank je voor de... Is dat een antwoord? Nee, maar dat is een van de belangrijkste vragen die je kunt stellen. Waarom houden mensen hun oren dicht voor de waarheid? Waarom willen ze de waarheid niet horen? Waarom willen ze blijven dromen, blijven geloven in hun eigen droom? Omdat of ze blijven dromen in hun eigen geloof? Dat kan ik misschien beter zeggen. Omdat ze zondaar zijn. Ah, wat een gelul. Oh, dit is persoonlijk beledigend grof. Jij had aan mij moeten vragen, wat is een zondaar? Had ik aan jou gezegd, had ik tegen jou, als je die vraag gesteld had, hè? Nee, Stel die vraag. Okay, in plaats van tegen mij te zeggen, dat is onzin. Ik ga jou een paar vragen stellen. Nee, stel ik ga mij jou... die vraag, want jij vroeg aan mij... Jij wil dat ik jou een paar vragen stel en dan ga ik je ze stellen ook. Nee, één vraag. Stel die vraag. Wat is een zondaar? Zodat we weten dat we het over hetzelfde hebben. Maar dan ga jij mij de vraag opleggen. Ja. Nou, ga je me nou een vraag stellen? Ik wil of, weten... Of ga jij mij nou verplichten om jou die vraag te stellen? De vraag is, hebben jij en ik hetzelfde begrip over het begrip zondaar? Waarschijnlijk niet. Hoe weet je dat? Ik zeg waarschijnlijk niet. Hoe weet je dat? Natuurlijk zeg ik binnen een zekere mate van waarschijnlijkheid kan het zijn, maar over het algemeen zie ik mensen niet als zondaars. Nee, dat was de vraag niet. Nee, maar ik bedoel... De vraag was waarom? Ja, nee, maar je stelt een vraag van een antwoord ja of nee. Ja, natuurlijk. En op die vraag kan ik niet met ja of nee antwoorden, want de vraag is gecompliceerder dan een simpel ja of nee. Oké, hoeveel dagen of hoeveel weken of hoeveel era's heb je nodig om antwoord te geven op die vraag? Op welke vraag ook weer? Wat is een zondaar volgens Perry? Nou, volgens Marco hoeft Marco er helemaal niet over na te denken. Okay. Want wat een zondaar is volgens Perry, is het denkgoed van Perry en daarom ook zijn probleem. Wat? Nog een keer. Hoezo heb ik een probleem met zondaars? Die neem ik voor ontbijt, op zijn Engels gesproken. Ik heb helemaal geen moeite met zondaars. Nee, maar je bestempelt toch mensen als zondaars. Ja. En dat is jouw ding. Sorry Perry dat ik het zo zeg, maar... Oh, daar hebben we meneer Sorry Perry weer. Ja, sorry. Ik ben een oude druïde. En ik heb contact met de doden en ik heb met je opa gesproken. Gadverdamme! Hey man, geen poep schijten op de tafel in mijn woning, hè? Dat doe je mooi op het toilet, jongen. Nee, maar je reageert er dus wel op. Dat kan ook Surinaams, hoor. Dat kan ik ook. Nee, maar je reageert er dus wel op. Dus je bent natuurlijk, er ook... als je mij gaat beledigen, dan reageer ik erop. Dat denk je wel niet. Maar hoe kan het zijn dat ik jou beledigd heb? Ik heb niks over jou persoonlijk gezegd. Ik heb niks jij over... Jij geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik heb niks over je gezegd. Jij interesseert het geen strontvlek wat ik denk over zondaars. Jij negeert mij totaal, jij denigreert mij, jij vermindert mij tot nul, want dat is wat jij wil.
Nee, ik, ten eerste denk ik van... Je bent niet geïnteresseerd. Ja, nee, ik ben niet geïnteresseerd in... Je bent niet ADHD gediagnosticeerd, nee, man. Ik ben niet geïnteresseerd in het begrip zondaars. Want zondaars bestaan niet. Dat is een trucje van priesters om mensen een schuldgevoel aan te praten wat ze niet verdienen. Maar oké, ze trappen er toch in. Net zoals ze in de trucjes van goochelaars trappen. Mag ik even het woord richten tot de kijkeraars? Oh, neem je dit ook op? Ja, dit wordt opgenomen. Oké, hartstikke goed. Beste kijkeraars, Marco Robinson vindt mensen zoals Hillary Clinton... Ga je weer dingen voor me invullen? Ja, want er zijn geen zondaars. Iemand als Hillary Clinton, dat is ook maar iemand die seks wilde en mooie kleren... en dat daarbij een paar bommetjes vallen op... I wanted to be the first female president of the United States and it didn't work. Oké. En zo gelooft hij. Hij gelooft niet in een verschil tussen... hij denkt dat jezelf goed gedragen... dat is een culturele vorm die wellicht werkt hoe in vlachtwellen. Hoe kun jij beoordelen wat ik denk? Zijn. Nee, maar hoe kun jij beoordelen wat ik denk? Nee, dat is mijn conclusie. Nou, oké, jouw conclusie, maar... eerste beste rekenmachine, homo. Nee, maar je maakt wel een conclusie waarvan ik denk van... kun je niet anders concluderen? Want als jij zegt dat jij weet hoe ik denk... dan denk ik dat jij verder bent van de waarheid dan dat ik dacht. Ja, dat is mooi gezegd, maar wellicht maar dan. Ja, maar waar moet jij... komt moraliteit vandaan? Alles gaat naar een zwart gat toe. Het maakt niet uit wat je doet. We gaan toch naar een groot zwart gat. En het is uit het niets gekomen zonder Big Bang. Het niets ging heel langzaam. En er werd iets. En dan, en dan gaat het weer weg. En dat is alles. Moraliteit gibt es nicht. Op zijn Spaanse zeggen. Dat zeg jij toch? Alles wat opgeschreven is, is een leugen. Behalve de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Nee, ik zeg het zeker dat er een bepaalde moraliteit bestaat. Maar bestaat waar? Nou. Bij jou? Ben jij moreel? Nee, maar... jij moreel? Ja of nee, 50 tinten grijs. Kom op. Ik ga het je even uitleggen. Als atheïst ben ik bewust van het bestaan van God. Wat? Ja, God bestaat. Tussen jouw oren. Maar niet tussen de mijne. Snap je? Hoe kan je dan weten dat God bestaat? Kan jij in mijn hersenen kijken? Nou, jij gelooft er toch in of niet? Jezus. Nou, dan bestaat hij toch? In jou, tussen jouw oren. En alsjeblieft, hou hem daar. Laat hem gewoon tussen je oren blijven en de rest van je leven niet verknallen. Alles, ik heb het mooi samengevat. Jouw God, hè, die volgens jou niet bestaat, die gelooft dat je gewoon zo kut mogelijk mag doen tegen andere mensen. Maakt niet uit hoeveel bommen je gooit op Irak. I don't fucking care als ik maar een uitkering heb. Dat is alles wat voor jou de God is. Dat is jouw God toch, of niet? Nee, ik heb geen God. Dat is ten eerste ding wat er is. Ik heb geen God. Dus mijn God staat ook niet toe dat mensen bommen op elkaars kop gooien. Dat zijn juist die mensen die een religie aanhangen. Die vinden dat er bommen gegooid moeten worden op andere etnische groepen of andere religieuze groepen. En dat doe ik liever niet aan mee, eerlijk gezegd. Ik laat even een stilte vallen. Ja, nee, dat is prima. Kan ik mijn leven. Hey, de tweede wet... Overigens, ik liet ook even een stilte vallen. De tweede wet van de thermodynamica. Ja. Het principe dat het onmogelijk is om de temperatuur te verminderen tot het nulpunt. In een eindig aantal handelingen.
Als je een universum hebt zonder dat er, of tenminste een punt hebt waar geen energie aan toegevoegd wordt, dan zal alles uiteindelijk tot stilte expanderen. Oké, dus, maar hoe kan dan het universum ontstaan zijn? Want ik zie om me heen allemaal, momenteel heb ik allemaal verbouwingswerkzaamheden en allemaal mannen van die autootjes, een hele dikke wielen. Nou. Waar komt die energie dan vandaan? Die moet van buiten Die moet van buiten komen. Nee, maar ik bedoel, Prins Siddhartha zou zeggen van, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet meteen het antwoord op, waar al die energie vandaan komt. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het er al was. Ja. Eigenlijk is het gewoon zo simpel. En het gaat naar een zwart gat. Oh. Daar hoeven wij mensen helemaal niet bang voor te zijn dat wij ooit De vraag was ja of nee. Nee, ja maar... of nee of 25 grijs. Nou, kom op, spreek ja. Als je echt een ja of nee vraag wil, nee. Het gaat niet naar een zwart gat. Nee. Alles in de natuur wordt hergebruikt. Alles in het universum wordt hergebruikt. Zelfs het goud op aarde wordt hergebruikt. Terwijl als ze slim zouden zijn en naar andere sterrenstelsels zouden we gouden oogsten kunnen oogsten. Dan kan je hier toch in de Betuwe, man. Ja, nee, joh. Maar zo is het, ja, nee, dat is lood. En dat is het lullige. Appels. Lood kan je niet eten. Nee, van lood kun je nou helemaal geen goud maken. Dat hebben ze vroeger wel geprobeerd, maar ja, iedereen heeft gefaald van, ja, van lood kun je nou helemaal geen goud maken. Waarom niet? Dat weet ik ook niet. Nee, ze zitten hartstikke dicht bij elkaar, qua atoomgetallen en zo. Maar ja, op de een of andere manier wil de vonk niet overspringen. Kan je van paarden ook schapen maken? Nou, geef me 4,5 miljoen jaar tijd en dan lukt me dat. Dat is een mooie. Nou, nee, maar dat is er ook eentje voor de evolutietheorie, toch? Ja. Want dat is uiteindelijk... 4,5 miljoen jaar, daar zouden we een algemene enquête over moeten houden. Van hoe lang duurt het voordat je van een paard een schaap kan maken? Nou ja, nee, maar dat is best lekker hoor, want die schapen kan je scheren en dan kan je die vrouwen die gaan dan. Hoe heet dat ook alweer? Met zo'n spinnenwiel. Nee, maar alle dieren die we bij ons hebben gehad in de geschiedenis, die hebben we allemaal zelf gekweekt. We hebben allemaal op allerlei producten in onze geschiedenis. Neem nou de banaan. Onderwerp wisselen. We hadden het over schapen en paarden. Ja, nee, maar... Maar jij snapt wel degelijk dat je van een schaap geen paard kan maken. Je moet heen draaien. Jij moet accepteren dat er dingen zijn zoals ze zijn. Nee, ik verander niet van onderwerp, want we hebben het over erfelijkheid. We zitten over het uur heen trouwens. Ja, en? Ja, dat betekent dat er momenteel bijna niemand meer luistert. Ik ga een afsluiting maken en dan blijf er even een lijn, ja? Voor de laatste luisterkijkerhuis. Ja. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Es war schön, so hier zu stehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Eine Cannabis-Zigarette. Und dein letztem Glas hinstehen. Hé, hey, dankjewel mensen voor het luisteren. Ik heb er nog eentje over zelfs. Oh, dus, Oké. Ja, mag je zo dadelijk vertellen nadat ik afgesloten heb. Op zijn hamburgers zag ik tjus. Dat is op zijn hamburgers. En dag lievers.